ik ben Lies van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Ik wil je hier meer vertellen over onze projectsubsidies Natuur. Dat zijn subsidies van Natuur en Bos om concrete projecten te ondersteunen rond vooral Europese natuurdoelen. Bijvoorbeeld het creëren of verbeteren van leefgebieden voor de otter, de boomkikker, het vliegend hert of de grauwe kiekendief. Of het herstel van boshabitats of vengebied. Of het vernatuurlijken van voormalige recreatievijvers. Veel van deze natuurprojecten creëren ook natte natuur en daar schenken we bijzondere aandacht aan. Die natte natuur willen we realiseren in gebieden waar maximale meerwaarde gecreëerd kan worden. Denk dan vooral aan het herstel van veengebieden, vallei- en moerasgebieden en vochtige graslanden in valleien en polders. Dankzij de projectsubsidies Natuur kan je 50% tot 95% van je benodigde budget ontvangen. Op natura2000.vlaanderen.be kan je alvast meer ontdekken over de habitattypes, planten en dieren in je regio. Je kan er eerdere projecten bekijken en je vindt er ook alle voorwaarden voor onze projectsubsidies Natuur. Heb je al een concreet projectidee in gedachten? Dan vertel ik je nu hoe je een projectsubsidie Natuur kan aanvragen. Je kan je idee aanbieden via het online platform van Natuur en Bos. Maak je geen zorgen, je project hoeft nog niet helemaal uitgewerkt te zijn. Nadat je jouw idee hebt ingediend, zal iemand van Natuur en Bos in jouw provincie je contacteren om het idee eerst met je te bespreken. Hij of zij gaat na welke subsidie het best bij jouw project past en helpt je met het opstellen van je definitieve projectvoorstel. Dat definitieve voorstel moet alle noodzakelijke volmachten, akkoorden en bijlagen bevatten. Is je definitieve projectvoorstel ingediend? Goed zo. Dan zal Natuur en Bos je voorstel in detail onderzoeken. In deze fase kunnen we je nog om bijkomende informatie vragen. Tot slot leggen we je voorstel samen met alle andere voorstellen voor aan een jury. Zij selecteren de projecten die in aanmerking komen voor een projectsubsidie Natuur. De geselecteerde projecten worden in het najaar bekendgemaakt. Is jouw project geselecteerd? Proficiat! Dan is het eindelijk tijd om de spade in de grond te steken en alle werken uit te voeren. Je hebt 3 jaar de tijd om het project volledig af te ronden. Neem tijdens de uitvoering zeker enkele foto's en hou alle facturen en bewijsstukken goed bij. Die kunnen je rapporteringsdossier achteraf mee ondersteunen. De uitvoering van je project rond je af met een terreinbezoek voor de omwonenden en sectorcollega's. Vergeet ook Natuur en Bos niet uit te nodigen. Eens je project helemaal is uitgevoerd en uitbetaald, moet je het verdere beheer van je project verzekeren via een natuurbeheerplan. Want op basis van dit plan kan je opnieuw subsidies ontvangen. Na de goedkeuring van je natuurbeheerplan wordt je plan om de 6 jaar aan de praktijk getoetst. Als het beheer niet correct is en moet bijgestuurd worden, worden ook de subsidies aangepast. Zo, dat was een hele boterham. Heb je nog vragen over onze projectsubsidies Natuur? Aarzel dan niet om aan te kloppen bij de contactpersoon van je provincie. Je vindt alle info op natura2000.vlaanderen.be. Veel succes met je project!